iets terug in het betoog over de demonstratie, de demonstranten. Kijk, de minister sprak over protocol. Dat nieuwe ellende moet voorkomen. Dus nieuwe rellen en nieuw geweld. Nou weten we, van elke demonstratie die wordt gehouden, volgens mij ben je verplicht om, wettelijk verplicht om een kennisgeving te doen van die demonstratie. Dat was in Rotterdam althans zo. Doe je dat niet, dan kan het heel snel beëindigd worden. Er moet een organisator zijn, hè, die de demonstratie start. Kan het niet zo zijn dat dat het kabinet in dat protocol laat opnemen dat mocht... ben je student en je doet mee aan die demonstratie en je zorgt voor ellende, dan gaan dit de gevolgen voor jou zijn. Ben je internationaal student, dan zijn dit de mogelijke gevolgen voor als jij je misdraagt. Ben je geen student, nou, dan zal het OM zich ook met jou gaan bemoeien. De schade zal op jou verhaald worden. Kortom, een duidelijk protocol aan de voorkant van weet wat je doet als jij je demonstreert, prima. Maar dit zijn wel de gevolgen als je misdraagt. Zou dat niet fantastisch zijn om dat op te nemen in het protocol? De minister. Ja, voorzitter, het protocol is zeg maar voor en door de universiteiten en hogescholen. Een aantal zaken die heb ik zelf op het netvlies, die heb ik gisteren teruggezien in het protocol. Bijvoorbeeld het niet in gesprek gaan met onderhandelaars of mensen die gezichtsbedekking hebben of zich op andere manieren dreigend uiten. Wat ik kan doen is in ieder geval, want ik weet dat de Dijkgraaf gewoon in heel nauw contact staat met de universiteiten en hogescholen, om te kijken hoe dit werkt. Ik ben ervan overtuigd dat we vinger aan de pols houden, want het document is net gisteren opgeleverd. Dus ik zou zeggen, laat de universiteiten en hogescholen daar voortvarend mee aan de slag gaan. Maar als er elementen zijn die in de loop der tijd toegevoegd zouden moeten worden, waardoor het alleen maar een nog bruikbaarder document wordt, is dat natuurlijk prima. Maar ik vind het belangrijk om wel te benadrukken, het is voor en door. Het is niet iets dat door het ministerie is gemaakt. Het is, komt vanuit de universiteiten en hogescholen zelf. De heer Erdmans. Prima toezegging. Misschien mogelijk om dat uiteindelijk ook te verwoorden voordat wij dat plenaire debat hebben aangevraagd door BBB over de demonstraties. Bij de UvA is het mogelijk om het protocol aan ons te verstrekken ter informatie? Ja. Minister? Ja, zeker. Op de laatste vraag zeker. Ja. De heer Van der Hoef met een interruptie. Ja, dank u wel. Mijn vraag is als volgt. Meneer Eertmans had het eerder gehad over geldstromen. Kan je die eventueel intrekken of stilleggen? Mevrouw Verzandt had het natuurlijk ook over het visum intrekken. En u gaf ook duidelijk aan van ja, dat ligt eigenlijk niet bij onderwijs. Maar als wij aangeven van je zit hier in Nederland als buitenlandse student, je misdraagt je. Je bent hier gewoon op onze scholen niet meer welkom. Wat zijn dan de mogelijkheden om bijvoorbeeld, en daar ben ik even aan het zoekende, dat u bij DUO aangeeft, zet dus de geldstroom van die wangedrag personen maar stop. En op voordracht van het onderwijs aansturen bij de andere departement om te zeggen van goed, op voordracht van onderwijs gaat gewoon het visum van deze persoon of een advies om het visum in te trekken. Ik ben iets meer aan het zoeken, want anders zitten we, ja, weet je, we drinken een glas, we heffen het glas, we delen de plas en alles blijft zoals het was. Dus het is een beetje, u geeft het wel duidelijk aan, van het is niet mijn verantwoordelijkheid, maar toch ben ik aan het zoeken van ja, kunnen we niet op basis van voordracht van u aangeven van ja, zet die geldstroom maar stop. En dat visum wat ons betreft, ze hebben Nederland niks meer te zoeken. Ze hebben zich misdragen, wegwezen. Ja. De minister. Ja, voorzitter. Even op dat laatste punt over het visum. Hè. Daarover heb ik wel heel duidelijk aangegeven dat daar gaat de IND over. En dat is dat zijn dus ook andere collega's binnen wie die daarover de... Hoe zeg je dat? De bevoegdheid en autoriteit hebben. Wat ik ga doen, want ik merk dat er een aantal vragen zijn en ik heb eerder gezegd, ik ben best bereid ook om op andere portefeuilles te kijken hoe ver ik kom. Maar ik ga daarin niet freestylen en zeker niet verkeerde antwoorden geven. Ik denk dat het goed is om op dat punt een brief vanuit Dijkgraaf, collega Dijkgraaf, te vragen om te kijken hoe hij kan aangeven wat simpelweg wel en niet kan.